Nou, uitvinder, noodgedwongen uitvinder. Noodgedwongen? Noodgedwongen omdat ik mijn fietsen nooit kwijt kan in de stalling. Ik denk, daar moet ik wat aan doen en daar moet ook wat aan gebeuren. En zo ben ik aan het uitvinden gegaan. Albert Stamer ziet tot zijn ergernis dat 30% van de fietsklemmen bij het station niet gebruikt wordt. Hij bedacht een oplossing. Dit is een schoolvoorbeeld zoals het in alle fietsenstallingen gaat. Er staat één fiets links in de stalling, prima. En er staat een fiets rechts in de stalling. De tussenliggende stallingsklem kan niet worden gebruikt. Althans, wordt niet gebruikt, omdat men anders een heel groot probleem heeft met de breedte van die sturen. En de bekabeling en een hoop schade. Ik denk, daar moet iets aan gedaan worden. Kunt u demonstreren hoe het werkt? Ja. Ik haal hem er nu uit. Zo. Het voordeel heeft niet, heeft hij ten eerste de stalling die veel makkelijker allemaal is. En ten tweede, de fiets. Het is onmogelijk om die fiets te stelen. Het heeft geen zin die fiets te stelen, want je kan er niet mee weg. Het stuur kan alleen maar rechtgezet worden door middel van een systeem hier en een sleutel. Zo kan men de fiets niet gebruiken. Een dief laat hem staan. Zo. En de sleutel gaat eruit. En u kan fietsen. Nou, ik zou zeggen, goede reis. Nou, ik ga even een rondje fietsen. En dat is veilig. Want de sleutel zorgt er gewoon voor dat als je hem in de rijstand zet, dat hij geblokkeerd wordt hier binnen. Het geheim zit hier in deze klos. Ik vind het ongelooflijk simpel. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat de fietsfabrikanten in de rij staan. Nog niet. Maar dat gaat komen.